Welkom in de les Repeterende acties. Macro's worden vaak gebruikt om het voor gebruikers gemakkelijker te maken. Maar we gebruiken het te weinig voor onszelf. Terwijl dat bij repeterende acties juist heel handig kan zijn. Repeterende acties zijn korte, vaak voorkomende acties. Dus dingen die ik veelvoudig achter elkaar moet doen. Nou, ik ga je dat laten zien aan de hand van dit voorbeeldje. Ik heb hier een aantal bedrijven staan met artikelen hoeveel zij verkocht hebben. Maar ik zou dat graag in één tabelletje willen hebben. Als ik dat nou allemaal moet kopiëren, is dat best wel veel werk. Dus ik ga laten zien hoe we dat handiger kunnen doen. Ik voeg eerst even een aantal rijen toe. Ik maak eerst even de kolomhoofden van mijn nieuwe tabel die ik zou willen hebben. Let even op, ik wil van deze verticale lijst een horizontale lijst maken. Dat gaat heel makkelijk met transponeren. Oké, ik moet nog even dit veranderen in bedrijf. Bedrijfsnaam. Oké, en ik selecteer de bedrijfsnaam van de eerste tabel. Ik ga naar het tabblad voor ontwikkelaars. Ik geef aan dat ik alleen nog maar met relatieve verwijzingen wil werken. En we weten allemaal het verschil tussen relatief en absoluut. Dat betekent dus dat ik niet meer ga onthouden BC4, maar ik onthoud vanaf mijn huidige selectie. En ik zeg macro opnemen. Ik noem die Erik 1. Maak er even een sneltoets Ctrl-Q voor. En ik zeg oké. Ik kopieer de bedrijfsnaam naar de regel erboven. Plakken. En ik wil dat dat geen samengevoegde cel is. Ik selecteer het aantal artikelen. Ik kopieer die. Plakken speciaal. Transponeren. Zodat ze ook daarachter komen te staan. Vervolgens verwijder ik de tabel die ik heb omgezet. En selecteer de eerstvolgende bedrijfsnaam. En ik stop mijn macro. Nou, ik hoef nu enkel nog maar op Ctrl-Q te klikken. En er zit alle volgende tabellen er gewoon in. Dat waren uiteindelijk mijn repeterende acties. Het enige wat ik nu nog zou moeten doen is even zorgen dat mijn tabelletje iets meer om aan te zien is. Maar daar praten we meer over de schoonheid. En voilà, ik heb een hele korte tijd alle tabellen omgezet in één tabelletje. Dat met hulp van de macro.